Ja, dan laten we onze gast gelijk naar binnen halen. Dat is de heer Satif Bindraban. Ik groet bij deze. Remy, goedemiddag. Ja, goedemiddag, goedemiddag Satif. Welkom. Dankjewel. Ray, misschien wil jij Satif even introduceren voor de mensen. Ja, heel graag. Satis Bindraban. Het is een muzikant die ik al heel lang volg, maar het is niet zomaar een muzikant. Het is een muzikant en ik kom van de Surinaamse muzikale gemeenschap. Een man die de hele wereld heeft gezien. Een man die ook de bandleider is van de slechtste band van Nederland. Maar kijk, dat ook een man die zijn sporen heeft verdiend als ondernemer. En ook altijd heel veel positieve bijdrage geleverd aan het stukje professionaliteit van de Surinaamse muziek in Nederland en in Suriname. En in Nederland vooral omdat hij ons vertegenwoordigt in grote tv-programma's. Ik hoop dat ik genoeg gezegd heb. Zet iets welkom. Dank je, Ray. Satis, waarom ben je vandaag? Misschien kan je de mensen vertellen waarom je vandaag in de uitzending met ons bent. Nou, het gaat over de entertainment business. Want we zagen natuurlijk zowel in Nederland als in Suriname zijn we enorm zwaar getroffen. En de verschillen natuurlijk daartussen. Want we zien dat mensen protesteren, collega's in Suriname, dat er wat dingen, ja, ongelijkheid is. Ongelijkheid precies in welke zin? Dat het ene event wel mag doorgaan en het andere event niet mag doorgaan. En worden muzikanten boos? Ze gaan zich natuurlijk uiten op Facebook. En natuurlijk, ik ben zelf ook muzikant. Dus wij hebben hier in Nederland, eigenlijk wereldwijd, hebben wij ook te maken met de maatregelen en dat we al broodloos al maanden thuis zitten. Alleen is het grote verschil, in Nederland kun je beroep doen, is er een vangnet voor artiesten, professionele artiesten, hè, heb ik het over. Ja, oké. En in Suriname is dat er, voor zover ik weet, nog niet. En daarvoor dat Brian dan Munslag nu met de overheid in gesprek is om dat in kaart te gaan brengen. Wat een goede ontwikkeling is hoor. Weliswaar te laat, maar goed, of het is eigenlijk nooit te laat, maar nu de COVID-pandemie is uitgebroken, zou het eigenlijk al mooi zijn geweest als zo'n structuur al in kaart was gebracht. Want dan hadden we heel veel muzikanten in Suriname nu een steunmaatregel. Ja, maar ik denk dat de kwestie van Suriname nu natuurlijk ook speelt, dat we ook een economische tegenslag hebben gehad, hè? Zware corruptie. Klopt. En het is jarenlang gaan. Dus ja, om nu niet alleen de muzikanten, er zijn ook andere groeperingen die hebben geleden onder de COVID-situatie, financieel. En die kunnen ook niet tegemoet gekomen worden. Nee, dat klopt. Dus het is, dat stukje lijkt me voorlopig natuurlijk wel moeilijk, tenminste Suriname, om dan die financiële steun toe te zeggen. Maar dat denk ik hoor. Ik kan het natuurlijk niet met 100% zekerheid zeggen. Maar hoe is de situatie in Nederland wat betreft de feesten in relatie tot COVID, de COVID-maatregelen? Nee, alle vergunningen zijn ingetrokken. Dus eerst in het begin, in maart, hadden ze een gedoogbeleid van je mag 100 mensen hebben op je feestje. Maar goed, uiteindelijk, je weet, wij Surinamers feesten niet met 100 mensen. 100 mensen is misschien een deel van je familie en personeel. Ja, toch? Code eerlijk. Later is dat verscherpt. Is dat teruggebracht omdat de aantallen van de COVID-besmettingen die stegen de pan uit. Toen is het naar 30 man gegaan en van 30 is het naar 0. Maar Satis, wat stel je eigenlijk? Want kijk, ik persoonlijk, hè, ik zat gisteren nog hierover na te denken, want ik denk van. Wat ik doe, als ik over die hele COVID-tory nadenk, dan weet ik eigenlijk nog steeds niet 100% of het echt is, tot in hoeverre het echt is, en wat je daadwerkelijk wel of niet moet doen om te voorkomen dat je besmet raakt. Ja.
Toch? Maar wat ik dan voor mezelf doe, is voor de zekerheid, desondanks ik niet zeker weet, ik gewoon het zeker voor het onzekere neem. Dus als ik ergens binnenstap, heb ik mijn mondkap op. Ik hou me gewoon aan de COVID-maatregelen, desondanks ik niet zeker ben. Ja. Maar als de muzikanten nu feesten willen organiseren in Nederland, en ook hier, in relatie tot COVID, hoe ver wordt er dan nagedacht over de risico's die er mogelijkerwijs wel of niet zijn? Kijk, elke muzikant staat er anders in, hè? Wat je net zegt, we weten niet of COVID nou in de wereld is geholpen, of het een complottheorie is, of de cijfers werkelijk kloppen of niet kloppen. Eén ding wat zeker is, het is er. En het gaat niet weg. En er overlijden dagelijks mensen aan deze verschrikkelijke virus. In Nederland, in Amerika was het afgelopen week 300.000. Dus we praten niet over kleine aantallen. Suriname doet het nog vrij goed hoor. Want volgens mij, de laatste stand van zaken was 48. Als ik het goed heb hoor. Misschien zal het inmiddels al gewijzigd zijn. Uh-huh. Maar wat ik mijn collega's wil meegeven, ik snap ze heel goed. Want de professionele muzikanten, die leven van het geld. Dat is hun inkomen, dat is hun beroep. En als je van de hak op de tak geen inkomen meer hebt, maar je kosten lopen door, hoe moet jij tegen je kind zeggen, van als hij zegt van, mama, ik heb honger. Ja. Toch? Dat is de andere kant van de munt. Wat ook erbij speelt, denk ik, hein, Rumi. Het zijn van een beroepsmuzikant is in onze gemeenschap eigenlijk wel een snabbel. Een sidekick. Je doet het erbij. Dus, ja. Het wordt niet serieus genomen. Maar het zijn van een artiest is een beroep, is een professional, een professionele artiest. Mm-hmm. Het woord zegt het al, je bent professioneel bezig, beroepsmatig. En die mind switch, die is denk ik in onze gemeenschap, is er niet. Waar, in de Nederlandse gemeenschap of de Surinaamse gemeenschap? Surinaamse gemeenschap. Ja, maar in Nederland of in Suriname of in beide? Beide. Ook hier. Als je Pokémon bent, kijk, ik zit 40 jaar in het vak, toch? Toen ik in Santo Domingo of Cuba speelde, als je muzikant was je gewoon, als iemand vraagt, wat voor werk doe je? Ik ben muzikant. Klaar. Als je nu zegt, wat ben je, muzikant? Dan kijken ze van, maar die is nou een mooi boy, of die doet het erbij. Play, Sunny. Ja. Men ziet het niet als een vak. My blast trompet. Ja. Maar ik moet ook eerlijk toegeven, Rumi. Vroeger en nu is een heel groot verschil. Waardoor krijgen de professionals nu ook niet echt het respect die ze verdienen? Omdat we een heleboel wannabes hebben ertussen. Ik heb een luisteraar hier een terechte vraag gesteld. Die vraagt, betalen die muzikanten ook belasting dan? Professionele muzikanten moeten, als ze ingeschreven staat bij de KKF, of bij de Kamer van Koophandel hier, en een BTW-registratienummer hebben, betalen zij belasting. Maar, professionele muzikanten. Satis, om even binnen dat kader van COVID te blijven, wat is begrijpelijk, want er zijn meerdere kanten natuurlijk, de muzikanten leven hiervan, maar wat is volgens jou dan de middenweg die bewandeld moet worden? Kijk, hier heeft Brian Munslag is de trekker hier, van de artiesten die dan met protocollen is gekomen, heeft voorgesteld hier aan de regering. Maar als je zegt, feest daar in Nederland is de 100 man is klein, je hebt meer mensen nodig, maar we koppelen het nu aan de COVID-situatie. Wat is dan de middenweg om, als we, dus om de risicoverspreiding toch minimaal te houden, minimum te houden en de muzikanten toch te laten verdienen? Wat zijn de voorstellen? Mijn eerlijke mening? Is, ja. COVID kent geen protocollen. Het COVID-virus kent geen protocollen. Want er hoeft maar een miniem iets te gebeuren. Toch? En iemand kan besmet raken. Je kunt drager zijn van het virus, niet weten dat jij drager bent, en toch besmettelijk zijn.
Maar op een groot feest, dan kan je heel wat mensen één keer ook besmetten, toch? Dan tuurlijk. Verhoog je dat ook dan niet? Ze hebben het hier ook, hebben we ook met de overheid gesproken, over drive-through feesten. Dus dat houdt in, je gaat met je auto op een grote parkeerplaats, je blijft in je auto zitten en de artiesten treden op. Dat lachen ze, en dan dans je in je auto. Dat, begrijp je? Dat dans je in de auto. Dat is ook geopperd. Maar het probleem is... Je hebt mensen die wel meer dingen in de auto doen, hè? Maar dat is ook een feestje. No? Nee, maar dan heb je het ook weer. Hoe ga je het doen? Bijvoorbeeld, kijk, dat is... als je blazers kijkt. Sabroso heeft blazers. Toch? Wij moeten rekening houden dat er tussen de blazers, als wij zouden willen optreden en het zou mogen, onder de COVID-maatregelen, 3 meter tussen de blazers is. Ja. En 4 meter van de blazers naar het publiek. Dus al die maatregelen die je gaat nemen, maken het voor een muzikant niet meer, althans voor mij, de lol gaat ervan af. Want je bent bang. Het publiek mag niet meer komen. De man mag brazen, joh. Ze mogen niet met je op de foto. Of met 1,5 meter. Snap je? Dus die hele vibe, die energie. Want muziek maken is energie geven en energie nemen. Hmm. Van je publiek. Is een interactie, hè? Het is een inrichtingsverkeer. Als we even vooruit fietsen, hè, en we gaan naar volgend jaar, waar waarschijnlijk al gevaccineerd gaat worden en noem maar op, dat moeten we allemaal gaan bekijken. Ik heb Brian Mutselaar gevolgd en die is bezig met een herregistratie, want er was al een soort van registratie. Maar het bleek dat ook tuinmannen en schilders zichzelf hadden opgegeven voor een muzikanten tegemoetkoming. Satis, hoe zijn het voor de artiesten in Suriname? Dat is natuurlijk al jarenlang kommer en kwel. De artiesten zien in Suriname als het gaat over muziekrechten, als het gaat om de professionalisering ervan. De vorige regering had ze een keer een zaaltje aangeboden of zo, dat kwam ook niet veel uit. Maar hoe zie je het voor de toekomst van de artiesten eigenlijk, de professionaliseringsslag? Kijk, ten eerste, als we willen professionaliseren, moeten we in de grondwet terug naar de auteurswet. Die moet aangepast worden. Hij moet geupgrade worden naar de normen van heden ten dagen. Wat voor wanneer dateert die auteursrecht? Volgens mij dateert hij uit 1900 zoveel misschien. Ik durf het niet met zekerheid te zeggen. Maar iets in die... Het is nooit, doordat het nooit serieus werd genomen, het beroepsmuzikant zijn, is er ook nooit naar de wetgeving gekeken. Hè? Kijk, de bescherming van de auteursrechten moet geregeld worden in de auteurswet. Maar we hebben daar afgelopen jaren ook heel veel problemen mee gehad. Maar we kunnen terug gaan kijken, maar daar winnen we niks mee. We kunnen alleen leren hoe het niet moet. We hadden ook voor de organisatoren, wat toen de tijd werd ingevoerd, artiestenbelasting en vermakelijkheidsbelasting. Ik zie dat als een bestemmingsbelasting, want het woord zegt het al. Je moet belasting betalen voor de artiest die je laat optreden. Maar nu we in zo'n pandemie zitten, dan zou het toch mooi zijn als dat geld werd gebruikt voor de sector. Maar goed, dat is terugkijken. En we weten allemaal dat we met een groot probleem hebben, want de nieuwe regering heeft een failliete boedel overgenomen. Je kunt... Dus alle vermakkelijkheidsbelasting lukbaar. Ik zou zeggen, iemand had een nummer gemaakt in Suriname, pe amonide. Snap je? Maar oké. Okay. Maar dus om even te... Want ik ben benieuwd naar de oplossing. Want dit is natuurlijk een uitdaging, toch? Want je hebt de muziek. Er is al een bepaald ritme geweest jarenlang. Nu heb je pandemie. Nu moet je zaken anders gaan inrichten. Maar je zegt, die vibe breekt. Want je moet je afstand houden. En je zegt ook, COVID heeft geen protocol. Maar dat maakt de uitdaging nog moeilijker. Want geen protocol, ja toch? Want geen protocol betekent eigenlijk toch wel een protocol. Maar alleen weet je niet welk protocol. Precies. Het is een hele lastige opgave. Maar als wij nu gaan organiseren,
terwijl het virus nog enorm actief is, ja, dan maken we het probleem groter. We moeten eigenlijk plaats op de pas maken, 2 stappen terug, om in de toekomst 3 stappen vooruit te kunnen gaan. Maar je hebt in vliegtuig, in die vliegtuigen heb je nu bijvoorbeeld plastic. Dat hebben we voor elke seat plastic. Ja. Is het de idee, want Nederland heeft toch ook speciale locaties die heel groot zijn, speciaal voor optredens en dat soort dingen. Dat er daar ook van die danshokjes geplaatst worden. Zeker. Kijk, alles heeft een oplossing. Hè? Alleen een oplossing kost geld. Ja, precies. Dus het is een kostenbatenanalyse. Als iemand een feest gaat organiseren, en eerlijk is eerlijk, wij artiesten, laat me niet zeggen wij, laat me zeggen sommige artiesten, de ervaring die ik heb, we krijgen al bijna niks. Ja. En als die organisatie nu allemaal attributen moet gaan aanschaffen, extra beveiliging, desinfecteringsmiddelen, 1,5 meter, dus jouw capaciteit, je oppervlakte, waarop jij misschien 500 man zou zetten, het wordt nu minder. Naar 150. Ja. En hoe ga jij je break-even point als orga verdienen? Heb je niet. Dus bij voorbaat is het event al een verlies. Dus dat doe je het niet. Het is een vicieuze cirkel. Want als die orga niet organiseert, gaat die muzikant ook niet meer boeken. Maar maakt dit dat bij de groep van muzikanten De motivatie voor het makkelijker willen accepteren van een vaccinatie dan groter is? Ik denk dat het per individu ook verschilt, hoor. Ja, kijk, toch die vaccinatie, iedereen schreeuwt van ja, we hebben nu een vaccin, dus het probleem is opgelost. Zo makkelijk zie ik het niet. Want een vaccin kan ook bijwerking hebben. Ja. En die zijn nog niet in kaart gebracht. Let op, Pfizer en al die andere farmaceutische bedrijven die een vaccin op de markt hebben gebracht, hebben aangegeven 95%. Maar er is nog steeds een risico van 5%, hè? Ja. Die in kaart gebracht moet worden. Ja, klopt. Klopt. Laten we even teruggaan naar de huidige situatie. Bepaalde events mogen wel en bepaalde events mogen niet. En men klaagt over klassenjustitie. Nee, maar dat is toch gek? Recht voor één, recht voor alle. Toch? Want wat zou een event, welke is doorgegaan, apart maken van het andere event? COVID, nogmaals, maakt geen onderscheid in geloof, religie, kleur of aard van event. Dus wat ik nu heb begrepen is dat in de toekomst, vanaf nu, hebben we het over de huidige situatie in Suriname, dat alles volgens protocollen gaat plaatsvinden en er wordt een vergunning aangevraagd. En wil per definitie niet zeggen dat een aanvraag betekent toestemming. Nou, kijk, als het kan plaatsvinden onder een vorm van een protocol en het is winstgevend, ik ben de eerste die daarvoor is. Maar het grootste probleem... Maar de grootste uitdaging nu is dat men nog niet uit het protocol is. Men weet nog niet wat precies gedaan kan worden in deze setting. Het is moeilijk. Entertainment business, kijk, het is simpel, Rumi. In Nederland, ik neem Nederland als voorbeeld. We mochten in de theater spelen. 30 man. In de theater gaat 800 man. Jij als muzikant komt op het podium. En je ziet een lege zaal. Hoe ga jij optimaal presteren? Want nogmaals, je energie kan je niet kwijt. Hij brengt je spirit. Ja. Je gaat het 1 keer doen, 2 keer doen, 3e keer je tak E. En wat gaat dan het effect zijn voor de muzikant? Hij gaat gedemotiveerd raken. Hij verdient het geld, zeker. Maar zijn artistieke ei kan hij niet kwijt. Maar dan praat ik over... De professionals. Want ik zie langs gaan op het net, is dat je bepaalde artiesten hebt die gewoon online performen. Ja. En dan kan je online betalen voor je ticket en dan kan je gewoon vanuit huis volgen. Maar die vibe is werkelijk anders. Ik bedoel, het is helemaal anders. Ja, maar het is wel een alternatief.
een veilig alternatief. Voor de muzikant en voor de bezoeker. Maar het verschilt per segment. Ik denk Amerikaanse artiesten, waar wij praten over miljoenen fans, die gaan het kunnen dragen. Want je moet niet vergeten dat die hele setup, lightning, audio, visueel, moet allemaal ook betaald worden. En als je met 600 mensen of 500 mensen, toch, die allemaal misschien 2 of 3 euro betalen, of dollar, reken je overheidskosten uit. Begrijp je? Ja. Oké, helder. Wat ik voorstel is dat we straks ook even, dat is verderop in de show, gaan we met meneer Sonny Goedlauw praten uit Suriname. Ja. Dus ik heb hem nog niet, bereikt. Dus tenminste, ik bedoel, ik wacht nog op zijn reactie. Maar zodra hij dan heeft gereageerd, dan kan hij aansluiten. Heren, zal ik jullie vertellen dat ik vandaag met een beetje pijn in mijn hart naar Australië heb zitten kijken? En dan gaan jullie afvragen waarom. In Australië hebben de mensen dit jaar echt voldoende aan de regels gehouden. En ze kunnen dit jaar gewoon zonder een mondkapje en protocol gewoon kerst gaan vieren. Ja. Je dat wat? Dat hadden we eigenlijk ook gekund. Hier in Nederland. En in Suriname. En in Suriname. Kijk, regels zijn er die je ook moet handhaven. Ik weet niet van Suriname, maar in Nederland zag ik dat er regels kwamen, maar de handhaving was er niet. Het was een soort gedoogbeleid. Als wij dit, die lockdown die we nu hebben, bijvoorbeeld in september hadden ingevoerd, dan hadden wij ook nu met 10 man kerst kunnen vieren. De andere kant van de munt is het geen strategie? Is dat niet die bekende routekaart waar men hier in Nederland over praat? Hoezo? Strategie? Want als we terug gaan, Rumi. Ja. In maart hier zei minister Hugo de Jonge, het dragen van een mondkapje is geen veiligheid. En in december is het verplicht geworden. Oké. Okay. Zie je het contrast? Ja. Begin van de pandemie. Dat snap ik ook wel. Ze hadden misschien niet de kennis die ze nu hebben. Want er zijn zoveel nieuws, zowel op Facebook als op LinkedIn, op social media. En op dat duur weet je ook niet meer. Wie moet ik geloven? Wat moet ik geloven? Het enige wat je kan doen, is je gezond verstand gebruiken en zorgen dat je gezond en veilig blijft. Ook voor je nabije omgeving. Oké, laten we dat vasthouden. Satis, mogen je bedanken voor je bijdrage. Zeker. Je blijft voorlopig nog bij ons zitten. Ja. Rumi, je gaat naar de break, zie ik. Ja. Ik zag ook even dat die live even... Is de live er nog? Die verbinding was eventjes even weg. Was weer terug. Zullen we even naar de break gaan? En we hebben nog ongeveer 3 kwartier. We moeten nog de rest behandelen. Satis, dankjewel. Blijf voorlopig nog even bij ons. En wat we in de toekomst ook afspreken, dat we het samen verder gaan bespreken. Want van de muzikanten ligt me allemaal aan het hart, moet ik zeggen. Toch, Rumi? Yes. We gaan even naar een korte break dan. Mensen, we zijn terug. Misschien kunnen we even naar een paar reacties gaan. Graag. We hebben Sandra Nipte. Ze zegt, je vraagt je af wat er zo moeilijk aan is om je aan de regels te houden. Ik snap het niet. Hoe gaat het daar in Nederland? Houden mensen zich aan de regels daar over het algemeen nu? Nou, de lockdown is pas ingevoerd. Maar als de mensen zich aan de regels hadden gehouden, zaten we niet in een lockdown. Ja, toch, Sim? Zo simpel is het. Maar wat zal de reden zijn? Nog merk ik niet veel van die lockdown, joh. Als hij drukt, dan pak ik het normaal. Ja. Maar wat zal de reden zijn dat men het niet serieus neemt? In Nederland, hè? Vraag ik nu. Ja, wat zal de reden zijn? Ik denk dat mensen, kijk, het is decembermaand. Het is altijd een maand waar je altijd met vrienden, familie, kennissen wilt zijn. Snap je?
En ja. Dan is ook corona moe, hè? Vergis je niet. Vanaf maart ja. waren ze bezig, dan veranderden de regels continu. Horeca dicht. Nu zijn we in een lockdown, alleen de essentiële beroepen en bedrijven mogen open zijn. Maar dan nog, ik rijd net naar de studio en ik zit in de ja. file. En dan vraag ik me af, zijn dat al die mensen die in essentiële beroepen zitten? Omdat er wordt niet gesanctioneerd. Het is een regel. Kijk, het is een verschil tussen een dringend advies en je moet. Maar dat is Nederland. Maar ook dat je diplomatisch, toch? Mm-hmm. Het is een dringend advies. Blijf thuis. Mm-hmm. Blijf zoveel mogelijk thuis. Is een dringend advies. Denk jij nou, er zijn mensen die gaan denken, ja, maar wacht even. Een advies is niet dwingend. Maar als ik had gezegd, je moet thuis blijven. Net als in Spanje. Ik weet niet of je het had gezien. Spanje zat in een lockdown. Maanden geleden. Wilde iemand op de fiets naar de supermarkt gaan. Dan heeft iemand gefilmd, heeft de politie die man staande gehouden. En ze hebben hem de wind van voren gegeven. Believe me. De tweede keer doet die man het niet meer. Want je mocht niet naar buiten, mits je een dispensatieformulier had. Mm-hmm. En dat had die man niet. En hier wordt er niet op die regels nagezien en toegezien. Wat er in de huiskamer gebeurt, je volgt social media zelf. Er zijn huisfeestjes dat ik denk, mensen, gebruik alsjeblieft je verstand. Want nogmaals, je kunt drager zijn en dan ben je besmettelijk en dan is er nog niet bewezen dat je dus positief bent. Ja, maar je zegt het heel mooi, hè? Mensen gebruiken je verstand, je gaat ervan uit dat ze daar ook over beschikken dus. Kijk, wij hebben onze bijdrage geprobeerd te leveren door middel van het op een Surinaamse manier de wetgeving te verwerken in een nummer 1,5 meter. Heel goed ontvangen. Ik weet niet, Remy, of jullie het ook in Suriname hebben gezien. Maar dat was de regels die voor Nederland gelden. Mm-hmm. Toch? Of het heeft geholpen? Jammer genoeg niet, want we zitten in die lockdown. We draaien het plaatje al vaak genoeg nu op dit moment. Oké. Okay. Je hebt goed op gereageerd. En ik denk dat je het ook vaker moet gaan draaien, Remy, voor de mensen daar. 1,5 meter, 1,5 centimeter. Nee, precies. Want ik vind dat als artiest zijnde heb je een voorbeeldfunctie. Je bent bekend, de gemeenschap kijkt naar je op, vooral de jongeren. En die moet je bewust maken ervan, van er is een virus in de wereld en die is gevaarlijk. Begin, verbeter de wereld, begin bij jezelf. Absoluut. Maar Satis, om je even duidelijk te begrijpen, wat is uiteindelijk, toch, want ik bleef eigenlijk toch weer terugkomen op die vraag, want de muzikanten hebben een probleem, er wordt een feest, in Nederland hebben de professionele muzikanten wel de financiële steun van de overheid, hier niet. Klopt. Maar wat is, want je zegt het is een vicieuze cirkel, maar eigenlijk zeg je met andere woorden dat de situatie van de muzikanten in relatie tot COVID een klem situatie is dus. Zeker. Zeker, het is moeilijk. Kijk, er is geen vangnet voor de muzikanten in Suriname op het moment. En de muzikanten hier in Nederland, de professionals die als ondernemer worden aangemerkt, kunnen in aanmerking komen voor de steunmaatregelen van de overheid. En dan praat ik over TVL, tegemoetkoming vaste lasten. Heb je personeel in dienst? Heb je de nauwregeling voor de salarissen? Dus hier hebben we wel een vangnet. Vandaar dus dat ook de Nederlandse muzikanten, ze hebben het zwaar hoor, laat me het duidelijk stellen. Maar ze krijgen een kleine tegemoetkoming om het hoofd boven water te houden. Ja. Maar daarvoor hebben ze ook jarenlang belasting betaald. Ja. Ja, hier is belasting nog... Ja. Het is grijs gebied.
En om zulke situaties in de toekomst te voorkomen, moet er ook een overkoepelend orgaan komen, ben ik van mening, hè, in Suriname, die de belangen van de muzikanten behartigt. Van de professionele. Maar je had SASUR toch in der tijd? Ja, nou, SASUR. Kijk, nu... Nu ga je hele paard uit de stallen halen, Rudy. Ja, en nu ga je me een beetje op mijn grote teen trappen. Want het hele gebeuren SASUR is in mijn optiek een oplichterspraktijk geweest. Oh, vertel. De Buma Stemra hier in Nederland, ik kan me nog goed herinneren, ik was in Torarica. Toen was er een conferentie van Buma Stemra, die in Suriname voet aan de grond wilde krijgen. En dat zou de zustermaatschappij zijn, SASUR. Ik wil graag zien dan dat ik het aan het verkeerde eind heb, want tot nu toe, wat ik weet, heeft SASUR geen enkele artiest uitbetaald. Ondanks wel, volgens de wet, gelden mochten innen van organisatoren. Hmm. Maar ze hebben nog nooit uitbetaald. En hoe lang hebben ze die gelden geïnd? Behoorlijk te lang. We weten zelf dat radiostations bijna op de veiling gingen. En het waren geen kleine bedragen, Rumi. We praten over honderdduizenden tot inventaris van miljoenen van radiostations. Uiteindelijk is dat ook gelukkig stopgezet. Ik ben wel van mening dat er een soortgelijke organisatie moet komen die de auteursrechten van de artiesten kan beschermen. Want dat is ook een bron van inkomsten, hè, voor een artiest. Mm. Ja. Wil ik even inhaken, want je hebt twee dingen. Laten we even kijken naar de Nederlandse situatie. Hier heb je Buma Stemra, die houdt inderdaad geld in. Dat draagt ook niet altijd even goed af. Klopt. In dubio. Maar je hebt in het belastingssysteem heb je manieren waarop artiesten tegemoet kunnen komen kunnen krijgen. Dus het is wel, je moet wel een scheiding erin brengen. Een instelling die de auteursrechten beschermt, ja, maar ook vanuit de overheid. Ja, het zijn twee verschillende dingen. Klopt. De één, als je aangesloten bent bij Buma Stemra, dan gaan zij jouw belangen behartigen van het idee wat jij dus hebt gehad, je nummer, als het een hit wordt of als het wordt gedraaid, dan krijg je daar royalties over. Ja. Maar dan moet je hierbij aansluiten. Mm-hmm. En het andere wat Reetje net zegt, is van het belastingssysteem. Een vangnet voor zulke gevallen. Mocht je werkloos raken of arbeidsongeschikt, dan kun je daartegen verzekeren. Dus een goed idee zou zijn in de toekomst, als je vermakelijkheidsbelasting en dergelijke int, om daaruit zeg maar een soort spaarpot te creëren, ja, dat ze in de toekomst gedupeerd zijn in de crisis. Het hoeft niet echt zozeer gedupeerde, maar voor situaties als deze, en bijvoorbeeld als mensen, professionele muzikanten, hun vak niet meer kunnen uitoefenen en hun premie netjes hebben afgedragen, dan hebben ze toch recht op vergoeding. Je verzekert je eigenlijk tegen als er iets mocht gebeuren, dat jij je vak niet meer kan uitoefenen. Ik heb een reactie van Brie van Lapaar, die zegt, Surinamse muzikanten zijn over het algemeen niet bij de Kamer van Koophandel aangesloten. Ze werken zwart en ze willen geen inkomstenbelasting betalen, dus kunnen ze ook geen hulp aanvragen. Ja, ik ben het met die beste man eens. Niet allemaal, maar een groot gedeelte. Code eerlijk, moet ik eens ranang. Mag toch, Remy? Ja, ja. Ja. Denk ervoor. Oeh, Baba Blakamoni. Toch? Is netto. Waarom zou ik, als ik of op een feestje ga spelen, over mijn inkomsten nog belasting moeten betalen? Want dan hou ik toch minder over. Omdat men niet verder denkt dan hun neus lang is. Niemand wil belasting betalen. Maar als je geen belasting betaalt, ja, dan kun je, als jij in een moeilijke situatie zit, ook geen beroep doen. Dus kijk, Satis, je hebt in de regel wat je zegt, als het correct functioneert, dan ben ik helemaal met je eens. Maar ik heb ook al zoiets van, als ik al niet genoeg verdien als muzikant, zoals je zegt, mm-hmm, en ik ook belasting betaal, en ik in Suriname al jarenlang de ervaring heb dat mijn geld niet naar aankomt waar het moet aankomen, ik toch de zekerheid niet heb dat wanneer ik plotseling in een moeilijke situatie ben, ik daadwerkelijk
opgevangen kan worden door die overheid, dan hoor ik mijn geld liever voor mezelf. Kijk, ik snap het. Het systeem, en dan praat ik even over Suriname, moet vanuit het nulpunt weer worden opgebouwd. Want ik snap ook de mensen, als je geen goed belasting in een systeem hebt, en het geld wordt voor andere doeleinden gebruikt, met andere woorden, het verrijkt natuurpersonen die in de overheid zitten, dan ga je je geld dan niet aan daar besteden. Natuurlijke hulpbronnen. Nee. Ja, zo kan je het ook zien. Maar, en dat is het probleem. We moeten eerst aan de top in het overheidsapparaat, daar moeten eerst regels komen. Dat gelden van de overheid, van de burger niet kunnen worden gebruikt voor privédoeleinden van politici of andere mensen. Het is gemeenschapsgeld. Het moet terug naar de gemeenschap. Inning van belasting is jaren geleden ingevoerd om de gemeenschappelijke kosten van een land te dekken. En ga ik nu naar de artiestenbelasting. Het woord zegt het toch al. Je heft belasting over het honorarium wat je aan de artiest gaat uitbetalen. Dan is het toch niet meer dan logisch dat vermakelijkheidsbelasting en artiestenbelasting terugvloeien in de sector waar ze worden geheven. Ja, dus als het correct aan toe gaat in de regel, zeker wel, ja. Oh, wacht even. Ik zie dat Sonny Koeblal ons heeft gejoind ook. Laat hem maar opgelegd. Hey! Sonny. Goedemiddag, Sonny. Welkom. Hey, hi. Goedemiddag. Goedemiddag, guys. Thank you. Blij iedereen te zien. Hi, man. Rumi, Satish en Ray, hè? Ja, aangenaam kennis te maken. Nou, Sonny. Leuk. We hadden het... We hadden het net over de situatie van de auteursrechten en dat muzikanten niet goed worden opgevangen hier in Suriname, omdat de belastingen niet gaan naar waar ze moeten gaan. Hoe ervaar jij het als muzikant? Hoe ik het ervaar? Wel, op de eerste plaats worden er geen royalties hier geëerd. Ik was een tijdje betrokken bij het ministerie van Justitie en Politie in een commissie van toezicht, een werkorgaan. En wij hadden toezicht op wat SaaS-stuur zou doen en wat de betalingsplichtigen zouden doen. En het hele ding is in een doofpot nu. Dus er gebeurt niets. De belastingen die de artiesten betalen, ja, ik zie niet echt iets van die sector of terugkomen in de sector. En een ander belangrijk ding, en dat is het laatste wat ik even hier zeg, is dat invoerrechten voor onze productieinstrumenten worden gezien als luxe goederen. Dus je paai 25%. En dat is te veel. En dan kunnen we op die manier moeilijk een instrument kopen. Het is veel te duur. Dat moet juist naar 5%. Dan ga je productie zien. Satis, is dat ook zo in Nederland? Met de invoerrechten? Of tenminste, hoe zit het daar? Worden instrumenten daar zelf gefabriceerd? De meeste komt uit Amerika. Of Japan. Nog. We hebben groothandels hier. Uh-huh. Dus ik weet echt niet hoe het zit met invoerrechten. Maar die zul je ongetwijfeld betalen. En dat verhoogt de kostprijs van een instrument. Maar ik denk dat we Nederland en Suriname, qua tarivering, zit er een groot verschil in. Wij hebben hier een harde euro. Ja. Ten opzichte van de fragiele SRD. Precies. En als de muzikant wordt uitbetaald in SRD, toch, Sonny? Sommigen krijgen dollars. Ja, in SRD. Sommigen krijgen dollars. Maar ook niet zoveel. Ja, dat nou, vroeger verdiende ik gemiddeld €100 per gig, $100. Nu, wordt het iets, nu is het 30. €30, $30. En je instrument, wat je uit Amerika moet halen, is nog altijd $2000. Dus minimaal. Ja. Ik heb jaren geen instrument meer gekocht. Ja, maar je overheidkosten zijn ook te hoog, Sonny. Als je met $30... Juist. You cannot survive. You cannot. No, I'm not surviving well. So I'm stepping out of the Suriname music business. I'm stepping out of it. Dat doet me heel erg pijn, Sonny. Weet je waarom? Omdat jij bent een... Huh? Ik ga je niet naar de mond praten.
maar je bent een fantastische pianist met heel veel kennis. Je hebt over de hele wereld gespeeld. En jij zou juist de Surinaamse muziek naar een hoger level kunnen trekken. Maar even iets anders, hè. Wat mij eigenlijk bevreemd, is dat het directoraat van kunst en cultuur, die moet er toch voor ons zijn, voor muzikanten? Volgens mij is de verbinding... Ik heb je laatste zin gemist. Direct verbinding. Zeg het nog de directeur van cultuur? Nee, of directoraat? Juist. Van cultuur. Uh-huh. Ja. Kunst en cultuur. Dat hebben we in Suriname. Toch? Ja. Maar die is er toch voor de artiest? Ja. Of zie ik het anders? Maar wat is hun rol? Ik heb, het laatste wat ik heb gehoord vorig jaar, dat hun budget erg klein is. Hun budget is heel erg klein. En dus dan merk je hun aanwezigheid niet echt. Ik moet ook iets zeggen, hè. Berklee College, ik ben de laatste geweest die naar Berklee College samen met drie andere muzikanten, hè. In 1983 zijn we geweest. En sindsdien is er nooit meer iemand gestuurd of zelf gegaan naar Berklee College. Terwijl, toen ik daar was, waren er 20 Antillianen daar met beurzen. Mm-hmm. En na 5 jaar ben ik... even hoor. En dan na 5 jaar ben ik toevallig werkzaam op een cruiseschip in het Caribisch gebied, bij Curaçao. En ik zie heel veel van die muzikanten weer terug in hun gebied. En dat zou eigenlijk met Suriname ook gebeurd moeten zijn. Maar oké, nu kun je het op eigen houtje met online cursussen. Want beurzen zie ik die mensen hier niet krijgen om naar het dure Berklee College te gaan. Maar, Sonny, is het ook zo? Want we hebben natuurlijk nu ook het conservatorium in Suriname. Hè? Dus we hoeven niet meer naar Berklee. Niet helemaal. Ik heb daar les gegeven. Ja, ik heb daar les gegeven, zo'n 3 jaartjes. En toen kon het niet meer, want het salaris was gewoon gedropt. Want ik ben ook geen bachelor, hè. Ik ben een ervaringsdeskundige, dus werd mijn salaris helemaal gedropt. En toen kon ik het niet meer volgen. Maar het is de kwaliteit en het niveau van Berklee College, dat wordt daar niet gedaan. Dat gaat wel komen, maar een simpel ding is het is, een chart schrijven. Hoe je een chart moet schrijven, hè? Dat werd daar niet onderwezen. Dat heb ik ze zelf aangeleerd. Terwijl op Berklee College leren we keihard dat soort dingen. Ja, maar dat zijn basisdingen. Dat moet nog komen. Ja, het zijn precies basisdingen. Sonny, even een vraagje. Wat voor structurele oplossing kan er dan komen voor de muzikanten als we het relateren aan de auteursrechten? Dus wat moet gebeuren? Want je zegt dat is helemaal in de soep, dat is helemaal fout gelopen. Wat moet op dat gebied gebeuren? En wanneer we dat hebben besproken, dan kom ik graag ook even op dat COVID aspect. Maar laten we het even hebben over de auteursrechten. Oké, mevrouw Lisbeth Perotti is bezig met een soort adviesbureau waarbij ze elke artiest in de gelegenheid stelt om op basis van de auteurswet van 1913, dan heb je het recht om dat niemand zomaar jouw muziek mag gebruiken. Dus ze stelt de artiest tenminste in staat om zijn eigen contracten te maken dat hij de royalties krijgt of een regeling treft met de gebruiker van zijn muziek. Maar een Buma hier opzetten of een ASCAP of een BMI, dat is een beetje geprobeerd met SASUR. En er was behoorlijk veel tegenwerking van de betalingsplichtigen. Dus dat moet weer opnieuw, zou weer opnieuw opgepakt worden met deze nieuwe regering. Er was tegenwerking van waar? Van de betalingsplichtigen. Dat zijn dus de live organisatoren, de radio- en televisiestations. Want wij als commissie organiseerden de group meetings waarbij de mensen konden komen en ook met SASUR konden praten van dit zijn de tarieven die SASUR heeft voorgesteld, wat vinden jullie ervan? En dan vaak kwamen ze niet met suggesties, maar ze kwamen met protestacties. En op de duurste regering... Heeft het niet te maken dat ze met die protestacties kwamen? Omdat de gelden niet werden doorbetaald naar de rechthebbenden.
Dus dat dacht iedereen. Dat dacht iedereen. Maar het was nog niet zo ver om die betalingen te doen. En de commissie vond dus dat Sasur kosten heeft gemaakt en laat ze even uit haar eigen kosten komen. Maar, you know, dus ja, het was een, het was een, ja, dus de mensen konden elkaar nog niet helemaal vinden. En binnen in dat geschil dat ze elkaar, want Wim Bakker zei toch van, hey, we moeten dit oplossen met z'n allen, anders gaat de politiek zich ermee bemoeien. En Wim Bakker van de NPS. En hij had gelijk, want op een gegeven moment zijn betalingsplichtigen naar de regering gegaan. En, you know, en de regering heeft de media nodig, dus de regering heeft de zijde getrokken van de betalingsplichtigen en heeft Sasur on hold gezet. En de commissie van toezicht hebben ze ook voorlopig bedankt. We moeten nog 2 jaar betaling krijgen, dat nog erbij. Maar je hebt internationale verdragen, Berne Convention, Chicago Convention. En je mag niet zo, laten. Oké, Sonny, even een andere vraag. Ja, hoor. In de tijd dat Sasur actief was, hebben zij gelden geïnd. Toch? Mm-hmm. Daar is een boekhouding van zijn, want het is geen geld van Sasur. Het is geld van de rechthebbende artiesten. Toch? Ja. Zo zie ik het, hè? Even. Ja, die boekhouding dus, is er. Die boekhouding is er. Er is een saldo. Er is een baten in de administratie. Ja. En er is ook bekend wie betaald moet worden. Nu is er, voor zover ik weet, geen enkel artiest betaald. Dus die baten zit nog in de stichting die nu op non-actief is. Zijn er toch goede er nog? Ja, ja. Precies, kijk eens aan. Ja, ja, ja. Dus, dus dit ding moet echt aangepakt worden. Om even in te haken. Ik had ook begrepen, Satis, je zal me corrigeren. Ik weet ook niet zeker. Maar het was toch ook een kwestie van dat de boekhouding door Sasur ook niet vrijgegeven werd ter inzage. Want de bedragen die werden aangeslagen konden ook niet onderbouwd worden. En daarvoor vroegen de betalingsplichtigen toen transparantie. En dat bleef uit. Kom. Wel, er is een accountantskantoor, Lutschman, die heeft alles gedaan. Dus die zou gevraagd kunnen worden. You know, we hebben het speciaal erop toegezien dat er een extern accountantskantoor zich ermee zou bemoeien, weet je? Zijn jullie nog daar? Ik zie mezelf alleen. Ja, ik ben er nog hoor. Ja. Omdat Oh, je zegt mij. Oké. Ja, dus accountantskantoor Lutschman heeft alles gedaan. En dus, dat is dus daar. Het zit niet strikt bij Vijkaringen, bij Sasur, weet je? Ai. Ja. En ik eigenlijk... Ja, nee, praat maar. Ja, eigenlijk, wat zou moeten gebeuren? Die commissie van toezicht, die moet nou weer, tot leven geroepen worden. Wij zijn er nog, de voorzitter is er, een paar juristen, een aantal juristen, ik ben er. En ook een meneer van de financiële, van het ministerie van Financiën. Die moeten weer geactiveerd worden. Dat zou het beste moeten zijn, want het is een werkarm van justitie en politie. En het feit dat wij niet werken, is eigenlijk niet correct, hè? Ja. Ja. Oké, ja, want ik... Ja? Nou, ik wil zeggen dat Santoki weet dat, want hij was onze minister van Justitie. Dat hele Sasur was opgericht onder minister Weilen. Hij is laatst overleden. Siegfried Gils, hè? Ja, onder hem opgericht. Toen is Santoki gekomen als minister en na hem hebben we Missy Jan gehad en Belfort. Dus onder 3 ministers heb ik gewerkt. En onder de laatste minister, nog van de vorige regering, is het hele ding stopgezet. Maar heeft geen voortgang gehad. Dus dat moet eigenlijk nu weer opgepakt worden. Wat reden? Hoe ziet de toekomst eruit als het dit aangaat, Sonny? En dan onder het huidige beleid, hoe zie jij dat? Tot nu toe heb ik niets gehoord, weet je, van de regering onder dat beleid. Daarom dat de mensen zoals Lisbeth Perot die op zichzelf dingen gaan doen, contracten maken op basis van de auteurswet. En als een gebruiker een radiostation jouw muziek gebruikt, nou, dan moet je zelf een deal maken.
Dat doe ik ook met STVS, die mijn muziek gebruikt. Dat doen we dus even zelf, hè. Maar vanuit de regering moet er wel wat ondernomen worden, want internationaal zijn we wel verplichtingen verschuldigd. En als je dat niet doet, daarom dat je de bepaalde video's, YouTube-video's, die je hier kan zien, toch? It's not possible. Ja. Dus ja, aan de andere kant hebben we TrackDrip, gelukkig. TrackDrip is waar je muziek kan uploaden, het is een Surinaamse company. Dus mensen gaan streamen en dan krijg je daaruit, je wordt betaald voor het streamen. Maar dat is iets anders dan auteursrechten, hè? Ja. Ja. Oké, maar ik... Ja, sorry. Nee. Nee, ik luister. Nee, is het... Is ja, het, ik, is ik wou het... zeggen dat ik via ja. YouTube, ik bijvoorbeeld de STVS gebruikt mijn liedje bij Manting Taki. En er is nooit echt een regeling getroffen. Ik had ze wel toestemming gegeven, maar het is al jaren zo. Mijn liedje. Maar gelukkig gaat dat liedje ook op YouTube, hè? Dus dat Manting Taki gaat op YouTube. Het is een ochtendprogramma van STVS. En dat komt op YouTube. Mijn via CD Baby, daar heb ik mijn werk ook geregistreerd. En die streams ook verkoop. Die heeft een deal met YouTube gemaakt. En een code. Dus alles wat op YouTube wordt gedraaid, krijg ik dan uitbetaald via CD Baby. Alles maar een klein beetje. Maar Sonny... Ja, dat is wel. Ja, maar... Ik heb een vraagje, hè. Zou het niet handiger zijn als er een overkoepelend orgaan zou zijn die de belangen van de artiesten die aangesloten zijn bij die organisatie zou behartigen? Bijvoorbeeld, in jouw geval, jouw muziek wordt gedraaid in een tv-programma, een ochtendprogramma, maar de deal moet jij zelf gaan maken. Maar een artiest moet toch artistiek bezig zijn? Juist. En dus, kijk, Sazuur had dat alles in place al gezet. Alle machinerie, alle computers, ik ben daar geweest. Als commissie hadden we altijd bezoek. Dus om dat weer opnieuw op te zetten, ik zou er even geen tijd in kunnen steden. Mm-hmm. Maar ik heb wel laatst gezien een paar gezichten op Facebook, ik ga even geen namen noemen, die zijn iets van plan. Maar een van die gezichten is juist één persoon die betrokken is bij een bedrijf dat betalingsplichtig is aan de artiesten. Dus dan is het een beetje conflict of interest. Wie gaat de tarieven bepalen wat de artiest moet verdienen? Maar Sonny, is het niet een zaak dat zo'n organisatie de eigen structuren wel helemaal in place heeft en wel 100% transparant is naar alle partijen, zodat men weet op grond waarvan die calculaties gemaakt worden en al die. Want ik heb een idee, en dat gebeurt vaker niet hoor, dat men met iets begint te shooten, maar het fundament is niet eens gelegd. Men komt met bedragen, men komt met regels, maar er is totaal geen onderbouwing en de andere partijen weten totaal niet waarom. Waarom die regels of waar zo'n concept bestaat in op grond waarvan. Dus is er nog meer werk aan de winkel wat dat betreft, alvorens men praat over innen van gelden? Wel, Sazuur had heel veel werk gedaan. Ze hadden iets bestudeerd van hoe de regio in elkaar zit. En op basis van wat er in de regio gebeurt, zo zijn ze op hun... tarief gekomen. Dus om helemaal te zeggen dat Sazuur helemaal fout bezig was, dat kan ik ook weer niet zeggen. Alleen heb ik wel... Ik heb dat niet gezegd. Ik heb gevraagd, is er niet meer huiswerk voor Sazuur aan de winkel om een eigen structuur eerst beter vorm te geven, zodat er transparantie is voor alle betrokken partijen? Ja, dat zou eigenlijk goed zijn. De hele PR-aanpak van Sazuur is ook niet zo bewonderenswaardig geweest. En van de mensen van Sazuur naar de gebruikers toe. Het was niet erg vriendelijk, dat weten ze ook. Dat hebben ze vaak aangehoord, ik heb ze het ook vaak gezegd. You know, with a good beetje public relations, you know, kom je wel ver. Dat gedeelte ontbrak helemaal. En ik denk dat ze heel jong in de organisatie waren. Veel te jong, met weinig ervaring. Ik heb nog nooit van die mensen gehoord die met Sazuur kwamen. You know? Ik ben al 40 jaar in de muziekindustrie in Suriname. Ik ken bijna iedereen. Maar die twee mensen kende ik niet. Die het begonnen.
En dat is een beetje zo vreemd. Sorry, je haalt net aan ja. Dat er werd gekeken in de regio. Kan je voorbeelden geven in de regio hoe het in andere landen in de regio wel goed geregeld is? Heb je dat gevolgd? Niet zozeer hoor. Ik heb wel het boekje hier. Ik heb heel veel lectuur natuurlijk van Saussure. Dat we een beetje moesten doornemen. En die gegevens van hoe het allemaal op Trinidad en het Caribisch gebied zit. Oh lord. Hallo? Sorry hoor, ik hoor. Maar... Robbie, ik bel je zo hoor. Ik ben even met Nederland aan het gebruiken. Hey? Sorry. Sorry, zo kan ik jou weer. Hey, maar... Sorry. Er werd dus gekeken naar de tarieven in de regio, maar de levensstandaarden en de structuren in de regio verschillen toch van die van Suriname. Want, kijk, ik ga bijvoorbeeld een praktisch voorbeeld. Ik geef een praktisch voorbeeld. Wanneer je een clip of gewoon een tv-programma hebt, ik praat even over tv, hè. De regel bijvoorbeeld in Amerika is dat ze producties opkopen en dan maken ze geld erop met hun centheid. Maar de tarieven daar liggen anders. Als je tijdens Super Bowl kan betalen voor advertentie daar, dan praten we over een paar ton tot miljoenen. Toch? Maar in Suriname, wanneer je een productie hebt, dan zegt zo'n station tegen je, is goed, betaal me dan zijn tijd en dan mag je het uitzenden. Maar het is omgekeerd hier. Dus wat ik eigenlijk wil zeggen, de tarieven, dus men heeft wel gekeken naar de regio, maar zijn die realistisch toepasselijk op de Surinaamse situatie? Want hier is een andere businessvoering. Of het terecht is of niet, is punt 2, maar dat is wel de realiteit hier. Dus waren die tarieven ook gebaseerd op de Surinaamse realiteit? Ja, ze waren eerst gebaseerd op de realiteit van de regio. En dan met tussenkomst van ons en alle bijeenkomsten die we hadden met de stakeholders, zijn die tarieven aangepast. Ja, aangepast. En, you know, het is allemaal 3 jaar geleden nou, dus ik probeer echt te vissen in mijn memory. En het zou mooi zijn, dit is echt een gesprek voor de commissie van toezicht. Met iedereen erbij, de voorzitter, dat zou je alles horen. We hebben heel veel op CD opgenomen en dat soort dingen, radioprogramma's ook gehad. Dus ik probeer ook moeten kijken, ja, we hadden dat niveau wat aangepast. En eigenlijk zou het op een klein percentage komen van wat hun inkomsten waren. Goldie! Nee, want protesterende hond. Dit zou eigenlijk... Heeft zijn muziekautorisatie niet... Want dit zou eigenlijk volgens de Surinaamse situatie... En nogmaals, ik laat even in het midden of het terecht is of niet. Maar wat dit zou voor de Surinaamse situatie in principe betekenen... Dat die artiesten juist de betalingsplichtigen zouden moeten betalen hier. Om dan hun clips en muziek te kunnen laten afdraaien. Want natuurlijk, nogmaals, ik zeg je dat het terecht is of niet. Ja, dus het wordt heel, 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 heel gecompliceerd, hè. Maar dan ga je even terug naar een bottom line. De bottom line is, mijn muziek gaat naar de radio. Als er alleen maar advertenties waren op de radio, zou het heel saai zijn, niemand gaat luisteren. Hallo. Maar de advertenties komen binnen, die betalen. Dus mijn muziek ertussendoor, of van onze artiesten, maakt dat de luisteraar blijft luisteren naar de advertentie. En praatprogramma's natuurlijk. Praatprogramma's ook, ja. Dus als men niet eens is met die staatsuurtarieven, dan had ik graag dat ze met voorstellen kwamen. Maar het probleem is, ze kwamen nooit met voorstellen. Radio en televisie kwamen niet met voorstellen. Dat vond ik wel vreemd. Een ander ding is ook... Mag ik even inhaken? Ja, Ray, ja. Go ahead. Ja, ik wil even vertellen hoe hier in Nederland gaat. Wij hebben hier een radiostation, wij betalen Buma Stemra. En dan vertel ik ook aan Buma Stemra, van luister, wij draaien 80% platen van Surinaamse artiesten. Waaronder, noem het maar vanaf Kata Karma tot Damaru, tot Suripop, tot noem maar op. Maar wij moeten hier in euro's Buma Stemra afdragen als radiostation. Maar in Suriname niet.
dingen adequaat geregeld zijn, komt het geld ook nooit bij de artiesten terecht. Oh, dus het blijft bij Buma. En ik heb een keer een discussie met ze gehad. Ik zeg, ja, maar wij krijgen 80%, 90% bij je hier Surinaamse platen. Maar dan hebben we een paar reclame, dan hebben we hier helemaal poepoe. I believe I can fly. Dat was volgens mij een commercial van een travel bureau. En wat ik, je draait ook andere platen. Dus sowieso, je bent hier wettelijk verplicht te betalen. Juist. Nou, wat we zouden moeten doen, is eigenlijk artiesten allemaal stimuleren. Wat ik zonde vind, is dat die bedragen die hier opgepot worden van de Surinaamse artiesten, van de platen die wij draaien, die gaan hier naar Buma en komen nooit direct bij de artiesten. Ja, dus dan zou het misschien goed zijn dat de artiest van hier zelf zich bij Buma gaat registreren. Die artiesten van wie je weet. Ja, je artiesten, die dus muziek wordt afgedraaid. Maar je hebt ook genoeg artiesten die niet naar Nederland komen, waarvan de muziek wel hier op de radio gedraaid wordt. Ja. Dus hoe ik het zie met mijn kennis, dan zou ik een uitgeverij oprichten, een publishing company. En ik registreer me bij Buma en dan behartig ik de rechten van deze artiesten in Suriname. En op die manier krijgen ze, dan word ik uitbetaald door Buma. En dan ik als uitgever zou dan die artiesten van hier betalen. Dus zo omzeilen we het en dan brengen we toch op basis van de music business rules, brengen we toch wat geld in het laadje. Of de artiest zou zichzelf moeten educaten en ik kan ze ook bij Buma Stemra registreren. Oké, dat is dus wat in de praktijk dus helaas te weinig voorkomt. Ja, te weinig voorkomt. Ja. Oké. Heren, we hebben nog 9 minuutjes, niet zoveel tijd meer. Sean, ik wil je toch nog wel even snel wat vragen over de COVID-situatie. Wat vind jij daarvan? Vind je toch dat de feesten door moeten gaan, of niet? Nee, ik vind dat de feesten niet door moeten gaan. Gezondheid is op de eerste plaats. We kunnen even een break nemen. We hebben elk jaar feest, we kunnen even een break nemen. En dan laat die curve omlaag gaan en dan we can pick things up weer. Ja. Oké. Ja, ik heb eigenlijk heel veel thuis te doen aan productie en ontwikkeling. En dat, inkomsten zijn natuurlijk heel laag. Maar als ik doorga met thuisproductie, dan binnenkort komen er ook inkomsten daarvan. Dus ik red mezelf wel. En ik inspireer andere artiesten ook. Ik probeer ze ook te helpen produceren, dingen te recorden en uploaden. You know, dus, Oké, we kunnen even naar een vraagje gaan. Iemand uit het publiek. Toefail Alibax zegt op grond van welke criteria zouden de artiesten hun vergoedingen bepaald worden? Hoe populairder je bent, des te meer je kan ontvangen? Of iedere artiest krijgt een gelijkwaardige betaling, bedoelt hij? Hoe vaker je die draait, als meer je krijgt. Het hangt samen met hoe vaak je liedje gedraaid wordt, hoe populair je nummer is. Ja. Zo is het toch? In Holland is dat ook zo. Right. Ja, which is good, omdat de mensen dat ook stimuleert. Oké, laat me mijn best doen dat mijn liedje vaker wordt afgedraaid. Ja. You know. Maar dat is tegenwoordig de moderne manier, hè? Het verdienmodel is wel niet. Stream. Ja. Stream. Ja, YouTube, en dan kan je via stream. Facebook en YouTube je reclame maken. Je hebt je eigen mediastation daar hierbij. Precies. Ja. En het leuke van Suriname is, je kan nog stappen naar de radio en de televisie met jouw cd, met jouw plaat. Ja. Het gaat in Amerika en misschien in Holland niet zo makkelijk. Nee, je stapt niet je zo gauw naar reclame maken. Maar hier kan alles nog. Hier kan alles nog. En dat is leuk. Dat is het leuke van wat er hier is. Pardon? Ik zeg zo lang je niet betaald. Ik heb nooit hoeven te betalen. Nee, jij niet, maar ik ken een heleboel artiesten die van in de hele land daar een plaatje op de radio gedraaid willen krijgen. De Wi-Fi moet je poneren. De Wi-Fi nog. Oh lord, gosh, dat is er ook nog bij. Het hangt van de tarifering af, hè? Want het is een business. Kijk, als jij als professionele artiest ben je ondernemer en je wil je product aan de man brengen,
dan moet je een budget vrijmaken voor marketing. Nou, dat houdt in, je moet naar de radio, want hoe vaker het wordt gedraaid en mensen gaan het streamen, daaraan verdien jij dan ook weer terug. Ja, ja. Ja. De kosten gaan voor de baten uit. Ja. Zo denkt een ondernemer. Je moet investeren in je product. Alleen, waar ik het wel mee eens ben, zijn bijvoorbeeld de tarivering van tv-stations en radiostations. Ja, ja. Waar ik persoonlijk in Suriname tegenaan ben gelopen, is van dat je soms in US dollars moet betalen of euro's moet betalen, terwijl je inkomsten dan in local currency zijn. Ja, yeah, you're right. Ja, yeah. Yeah, dat is dan niet goed, hè? Nee, dat is niet goed. En ik snap dat niet. Maar ik ben geen deskundige econoom. Maar in Suriname zou je denken, local currency is de SRD. Laten we dat dan gaan upgraden en zorgen dat het een stabiele munteenheid wordt. Want je wordt uiteindelijk betaald in local currency. Ja. Maar als jij je kosten... Ja, dat zou dus... Ja, het zou de ideal scene zijn en... als er een regel is vanuit de overheid dat we het allemaal in SRD moeten, dan gaan we dat doen. Maar wanneer die regel er niet is, dan grijpt men gauw naar de straatkoers. En de straatkoers die is up and down. En dan merk je dat liever in euro's en US dollars voor mijn diensten en producten betaald worden. Ik kan me daar ook wel iets bij voorstellen. Hoor. Want als jouw mengtafel in de studio kapot gaat, dan kan je hem ook niet in SRD kopen. Want dan moet je hem in US dollar bestellen. Dat is dat probleem. Dat is dat, ja. Ja, het blijft Suriname blijft wat dat betreft een importland, hè? Ja. Ja, 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 dus wat het laatste wat ik wil zeggen, ik stimuleer alle mensen, jonge mensen ook, kom in mijn studio, kom op een productie maken met je SRD, laat het zo goed maken dat het internationaal gaat op YouTube en het wordt een wereldhit en dan krijg je US dollars en je euro's naar binnen. Absoluut. Oh, zo heb je SRD omgezet, toch? Klopt. Ja, en ik als producer met mijn internationale visie, probeer het een internationaal ding te geven. Ik haal jullie erbij van Nederland en Amerika, waar jullie zijn. Hey, geef dat ding een internationaal tintje. Dat we brokken door. Nou, Sonny, wat je nu bezig bent te doen is reclame voor jezelf. En dat kost ook geld. Ik zal een deuntje voor je sturen, Roemie. Op de piano. Ja, man. Je bent mij ook in hoor. Hey, ja, wij deden ook. Leuk, ja. Reserveren, als ik naar deze twee heren luister, dan ben je naar last, man. Want die twee heren kunnen het declareren. Het is niet erg, maar ik kan het wel. Ja, ja. Werkelijk. Boy. Okay, ja, maar, het is grappig. Heren, ja, hoe onze... Ja, Roemie. Ja, sorry hoor, dat ik jullie moet onderbreken, maar we hebben nog 2 minuutjes. Dus helaas, pindakaas, we gaan het even hierop moeten houden. Maar ik zal Sonny als eerst vragen, heb je nog een laatste groet voor we eruit gaan? Oh ja. Ja, oké, okay, een groet aan iedereen. Everybody, keep the music alive. Keep enjoying and listening the music that we produce on the streaming and on the radios and on the... ook van Roemie. And stay safe. Ja, als je veilig thuis moet blijven, you know, probeer er het beste van te maken. Stay safe. And take your vitamins and your vitamin D especially and sunlight. Ik sta nu in de zon. You know, keep doing that. En we komen eruit. We'll get through it. Oké, Sonny, dan gaan we je groeten bij deze en dan gaan we naar Cities. Ciao, ciao. Thank you. Oké, abo. Yeah, thank you guys. Bye. Bye bye. Okay. Ja. Ja. Dus vanuit deze kant zou ik al mijn medemuzikanten in Suriname heel veel sterkte willen toewensen. En laten we nog even doorbijten. Ik weet het is moeilijk, maar alleen samen gaan we hieruit kunnen komen. Dus nog een doodon, Sani, want je weet nooit wat ongeluk schuilt in een hoekje. En nogmaals, het virus kent geen kleur, kent geen afkomst. Dus stay safe and let's make some good music in 2021. Anderhalve meter, hè? Anderhalve meter, zeker hanteren. Dankjewel, Satis. Abu Satis, thank you. Abu Rumi.
Het was leuk. Informatief ook. Ja. Roemie, mag ik je bedanken weer wederom voor deze gelegenheid, ons allemaal geboden. En ja, ik vind het ook fijn dat we vandaag ook een keer even een andere wending hebben genomen. Ik vind het ook natuurlijk heel belangrijk dat als je kijkt naar de actuele situatie over artiesten en zo, dat we dit onderwerp een beetje aan de kaak hebben kunnen stellen. Mag je daar bijzonder voor bedanken? Nee, is goed. Ik wil jullie ook bedanken voor jullie tijd en aanwezigheid. En ik zal zeggen, ja, we zijn volgende week weer terug. En dan pikken we weer andere topics op. Of de actualiteiten. Of en of. We zien wel wat. Alle luisteraars en alle mensen die mee hebben gekeken en mee gereageerd hebben. Ondanks het leuke of minder leuke reacties waren. Prima. Maar ik wil jullie hartstikke bedanken. En ik zal zeggen, blijf vooral naar ons kijken. Ja, en bleef reageren. En bleef reageren. Ja. Abo. Ja, van mijn kant ook. Lieve mensen, lieve FB-kijkers en gasten. Tot volgende week. Wat mij betreft hebben ze ook een aantal wezenlijke bijdragen aan de vermakelijkheidsbelasting. Dus bepaalde reacties. Dus dankjewel. Ja, sowieso. Het enige wat ze doen is dat ze de show meer volume geven, toch? Ja, want je hebt meer reacties. Dus wanneer mensen gewoon langs zijn, ze zien van, hè, zoveel comments. Nou, dan moet ik het ook gaan checken. Dus iedereen heeft een positieve bijdrage in deze show. Helemaal. Lieve mensen, alvast smakelijk eten of wat jullie ook gaan doen. Stay safe en alvast, fijne avond, middag. Ja, hetzelfde van mijn kant. Dankjewel. Yes, thank you guys. Tot volgende week. Ciao.